Een nieuwe gedichtbundel, de eerste van Aad van der Waal. Iedereen heeft wel zo'n oom. Wat bedoel je daarmee, Aad? Nou, het gaat eigenlijk om het feest der herkenbaarheid. Het zijn allemaal zeer toegankelijke en herkenbare situaties, karakterschetsen. En ik denk, als ik zeg iedereen heeft zo'n oom, dat kwam altijd voor in mijn lessen. Als ik mijn leerlingen zei van bij hun inleven in een personage of een typetje. Ze zeggen van nou, kijk om je heen, want iedereen heeft wel zo'n oom. Dus zo is het eigenlijk in de wereld gekomen. Ja, iedereen heeft wel zo'n vreemde eend erbij. Ja, precies. En de oom kan natuurlijk vervangen worden door een tante of een buurman. Ja. Of een BN'er of andere verdachte. Ja, of door een theaterman. Dat zou ook nog eens kunnen, want die staat er ook wel in. Zo, ja, ik heb wat gedichten gelezen. En ze staan ook vol zelfspot. Hè? Je neemt iedereen op de hak, vooral gezagsdragers, die kijken er van langs, ijdeltuiten. Maar de roede spaar je ook voor jezelf niet. Nee, dat vind ik ook. Als je dan toch bezig bent, dan moet je jezelf niet uitsluiten. Kunnen we meer schrijverij van jou verwachten in de toekomst? Nou, ik hoop het wel. Ik heb nog wat laden vol liggen. Er ligt ergens een roman op een uitgever te wachten. En met nog wat bewerkingen. En er ligt een enorme stapel gedichten en ander werk. En ik wil in de toekomst toch wat meer accent op het schrijven gaan leggen. Betekent dat dat je langzaam aan het afbouwen bent bij mijn lijn? Ja, kijk, als je dat zegt, dan zou je zeggen van heb je daar genoeg van en dat niet. Maar afbouwen is wel het goede woord. In de zin ook van lesgeven? Ja, dat is toch de bedoeling om in de loop der jaren daar iets minder energie in te gaan stoppen. Fysiek is dat ook tamelijk zwaar. En ik denk voor wat schrijven betreft, dan kan ik, als alles goed gaat, op mijn 80ste blijven doen. Ja, en je hebt inmiddels er ook een aantal toneelstukken geschreven. Ja. En er is ook een aantal toneelstukken uitgegeven. Ja, dat is bij de toneelcentrale. En nu is het, kijk, nou dan maar hopen dat iemand een toneelstuk leest. Want er wordt natuurlijk niet veel gelezen, maar het is al wel een hele leuke stap. Ja. Dat je weet van nou, dat is gelukt. Van je bent ergens binnen in ieder geval. Van het gedrukte woord staat poëzie ook niet direct nummer 1. Nee. Maar het luchtige werk, dit zijn toch wel zeer toegangbare, toegankelijke gedichtjes. Dat denk ik zeker, want er zijn ook wel dingen dat ik denk van nou, zou behalve mij nog iemand anders dit snappen. Maar dit is voor iedereen denk ik zeer behapbaar. Ja, je gaat dit vanmiddag, als ik me niet vergis, ook signeren. Hè? Ja. Waar ga je dat doen? Bij Nawen en Polak. Om 2:00. Ja? Ik heb al geoefend op een handtekening, dus moet lukken. Ja. Wat is de prijs van het bundeltje? 7,5 euro, dus daar hoef je het niet voor te laten. Nee, het is te geef. Ja. Voor zoveel leesplezier in ieder geval. Ja. Maar je gaat in Apeldoorn, heb ik gehoord, ook nog wat doen op het gebied van poëzie? Ja, ik ben van plan om volgend jaar een aantal poëzieprogramma's te doen binnen Theater Merlijn. En dan vooral om te gaan kijken van, om te voorkomen dat je programma's hebt met alleen maar dichters die met een blaadje voor hun snuffert staan, hun prachtige gedichten voor te dragen, maar om het een klein beetje te mengen met theater of met muziek. Om het iets meer vorm te geven. Ga je dat in je eentje doen of ben je ook van plan Apeldoornse schrijvers en dichters uit te nodigen? Ik ben zeker van plan om in Apeldoorn goed om me heen te kijken. Ik heb al heel voorzichtig Willem Bierman al gepolst. Dat is meteen een hele goeie. Ja, ik heb hem al meteen een biertje beloofd, dus dat gaat wel lukken denk ik. Ja, maar zie je dit zelf voor jou ook als een opmaat naar het stadsdichterschap of ben je daarin niet geïnteresseerd? Jazeker. Het lijkt me sowieso een uitdaging om iets dergelijks te doen. En ik heb de laatste tijd vrij veel dingen in opdracht gedaan en dat bevalt eigenlijk erg goed. Dus ik zou zeggen, kom maar. Nog een jaartje wachten geloof ik. Ja, of een klein jaar. Ja. Nou, als het aan mij ligt, dan word je gevraagd. We gaan het afwachten. Oké, veel succes. Dankjewel.